van Is Boer Kostjes. Zij komt uit Maastricht, ze studeert Latijn en in haar vrije tijd gaat ze graag synchroon zwemmen. Menselijk om gezond en gelukkig te zijn is haar doel. Ze wil namelijk dokter worden omdat het haar heel erg fascineert en graag met mensen omgaat. En in tussentijd wordt ze zich bezighouden met modellenwerk. De tweede kandidaat voor vanavond is Jasmina Sabiliaki. Ze is 17, ze komt uit Neerpelt en ze zit in het zesde middelbaar en volgt de richting verzorgen. Ze houdt van dansen en haar grootste wens is een gelukkig en gezond leven met haar familie. Met de nummer 3 vanavond, Kim Nadia Lee. Ze komt uit Hasselt, een thuismatch dus vanavond. Ze is 18 jaar en ze studeert A-levels. En in haar vrije tijd houdt ze van zingen, gitaar en piano spelen. En als het even kan, ook nog wat foto's maken. En ze wil graag succesvol zijn in het leven en mensen helpen om een beter leven te hebben. Melissa Mosteen is 27, ze werkt als accountant in een Japans bedrijf. Ze komt uit Bilze en haar hobby's zijn voornamelijk sporten zoals dansen en lopen. Ze gaat ook graag shoppen en iets drinken met de vriendinnen. En verder gaat ze graag op vakantie, ze is onlangs naar China geweest. En als het niet genoeg is, houdt ze ook nog van fotografie en mode. Ze wil vooral groeien als persoon en dingen doen die ze graag doet, want dat maakt haar gelukkig en ze leert ook graag nieuwe dingen kennen. Met het nummer 5 vanavond, Tata van den Bosch. Ze is 21 en ze komt uit Lommel. Ze werkt als kinderbegeleidster in de voor- en naschoolse opvang en ook af en toe als model. In haar vrije tijd houdt ze bezig met shooten, gelnagels plaatsen en shoppen. Haar grootste doel is dan ook een topmodel worden. Met nummer 6, Sasha Massa. Ze is 16 jaar en ze komt uit Sint-Truiden. Ze zit in het vijfde jaar humane wetenschappen en met haar paard Hilton doet ze aan dressuur. Daarnaast zit ze nog op de Giro bij de Aspies en af en toe pikt ze ook eens een fotoshoot mee. Haar grootste doel is om een rechter te worden aan het Hof van Assise, dus we zullen maar braaf zijn. Haar droom is dan weer een goed model te worden en via deze weg ooit een modeshow in Parijs te lopen. Nummer 7, Giada. Ze komt uit Genk, ze is 16 jaar en ze studeert humane wetenschappen. Ze houdt van de shoppen en een goed diploma behalen en dan een goede job uitoefenen. Wat ze graag doet, dat zijn haar doelstellingen. Bij de nummer 8 vanavond, Charlotte Winkels, die komt uit Tongeren, ze is 18 jaar en op school volgt ze de richting verkoop. Haar hobby's zijn dansen, zingen en nieuwe avonturen beleven. Ze hoopt haar studies succesvol te kunnen afwerken en een goede job te vinden. We werken met het nummer 9, Jessie Martens. Ze komt uit Tongeren, ze is 16 jaar. Ze studeert verzorging en in haar vrije tijd gaat ze wel eens shoppen met vrienden of familie. En ze zou het graag verder shoppen als model. Zorgt vooral voor zwemmen, skileren en winkelen. En in de toekomst wil ze graag een goede job als chemicus en hopelijk ook een klein beroepje als model. Tatiana Castronova is 18, ze komt uit Genk en op school zit ze in de richting marketing, onderneming, economie. Ze is een sportieve dame, want ze gaat graag turnen en lopen. Later wil ze graag een eigen zaak opstarten en haar modellencarrière verder uitbouwen. En de laatste in de rij is Quincy Aritz. Ze komt uit Dilsen, Stockholm. Ze is 16 jaar en ze zit in de richting voeding, verzorging.
Haar hobby's zijn zingen, tekenen, schilderen, fitnessen, fietsen en sporten in het algemeen. Een leuk beroep, eventueel als verzorgster voor kinderen, maar ook volwassenen. En verder studeren als verpleegster, dat zijn haar doelstellingen. Met het nummer 13, Kelsey Faas, is 19. Op school zit ze in het laatste jaar haar zorg en ze komt uit Sint-Truiden. In haar vrije tijd kan je ze de fitness vinden of op de catwalk van een misverkiezing. Ze zou het graag willen maken in de modellenwereld en een gezond en gelukkig leven hebben. Wie niet? Kandidaat 14 is 17 jaar, ze draagt de naam Amber van Huffel. Ze studeert toerisme op school, ze gaat ook regelmatig dansen en ze zou graag haar dromen wakker maken. Een diploma behalen en als het even kan, model worden. Abigail is 18, ze komt ook uit Hassen. Ze studeert sociale technische wetenschappen en in haar vrije tijd kan je ze terugvinden in de Oxfam-winkel. Op sportief vlak gaat ze graag joggen of naar de fitness en ze wil graag een voorbeeld zijn voor andere meisjes, wat je ook meemaakt, niet opgeven. En ze hoopt dat haar dochtertje van onderhalf trots op haar mag zijn.